Rare is, mijn Space is begonnen omdat ik op mijn fietsje lekker naar mijn werkplek wilde. Wij denken dat wij een brand hebben dat echt global kan. Dames en heren, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van 7D-TV. Mijn gast vandaag is de medeoprichter van kantoorconglomeraat Spaces, Martijn Roordink. Martijn, van harte welkom. Dankjewel, Remy. Ik wil je in beeld schetsen, het is 2008. De wereld staat op de rand van een financiële meltdown. En notabene op de dag dat Lehman Brothers failliet gaat, besluit jij om je allereerste kantoor te openen. Heb je altijd zo'n goed gevoel voor timing? Ik denk het wel. Uiteindelijk het leuke van ondernemen is de uitdaging zoeken. En deze was wel echt fantastisch. Dus als je dan toch echt een heel statisch vehikel wil veranderen, vastgoed, dan begin maar op de slechtste dag van vastgoed ooit, denk ik. Nu, achteraf, is het natuurlijk lachen met z'n allen. Leuke anekdote. Op dat moment kan ik me voorstellen dat de situatie er wel iets anders bij stond. Ja, het rare van het starten van een bedrijf is dat je te maken hebt met heel veel partners. En dat zijn vaak banken. En als je zegt, je hebt een bedrijf gestart en je hebt een stuk prachtig mooi pand gekocht. En alle convenanten vallen in één keer allemaal weg. En die gaan aankloppen en die zeggen van jongens, dit is zo'n risicovol model. Gaat dit wel goed? Dus die kijken allemaal ongelooflijk kritisch mee. Kreeg je gelijk telefoontjes van? Meteen. Dus je krijgt telefoontjes van de bank, telefoontjes van taxateurs, telefoontjes van het waarderen, we moeten herwaarderen, herfinancieren. Dat gaat meteen beginnen. Maar het voordeel daarvan is dat als je zo sterk in je schoenen staat, zoals wij dachten dat we moesten staan, hadden we een heel sterk verhaal. Want in het begin werd gezegd, Spaces, dat is een hype. Dat is tijdelijk, uiteindelijk. We hebben een crisis, ziet er leuk uit, wat hippig. En natuurlijk komen er wat leuke partijen, maar uiteindelijk wil iedereen vastigheid. En wij zeiden van ja, die vastigheid zit niet in termijn. Die vastigheid zit waar je je thuis voelt of waar je denkt dat je fijn kan werken. En dat zie je natuurlijk door de tijdslijngeest heen. Waren we trendsetter. En vanuit hype naar trend, maar uiteindelijk naar een heel duurzaam model. Maar ik denk, als je wil beginnen en er staat iets, dan misschien maar met heel veel pijn en kleine schoenen. Wat eventjes voor de kijker die het nog niet zo goed kent. Als jij Spaces moet pitchen op een borrel bij een oud-oom, hoe zou je het concept introduceren? Ja, wij zeggen altijd maar, wij willen een werkomgeving creëren waar je je echt heel prettig voelt. Dus we hebben aangegeven toen wij starten, ik wil er een top kopje koffie. Ik wil dat er fantastisch uitziet. En wat uiteindelijk een soort van een thuiskombasis heeft van werk. Hè. En de Spaces is dus een omgeving waar diverse partijen komen huren. Je kan je eigen kantoor creëren. Ja. Maar je kan ook binnenkomen lopen voor een meeting, voor uiteindelijk te kunnen werken in de businessclub. Maar het gaat erom, het is een bestemming om te werken. Dus de basis is gewoon kantoren? Kantoor. Wat grappig is aan jou, vond ik, is je achtergrond. Je bent ooit begonnen als, eigenlijk als een soort, geen accountant, misschien internationaal fiscalist. Ja. Internationaal belastingadviseur misschien wel, als je het helemaal plat wil vertalen. Klopt. Bij een groot kantoor. Ja. Hoe kom je vanuit zo'n rol in als bestuurder van wat ik al zei, conglomeraat aan kantoren met meer dan 300 locaties bijna wereldwijd. Ja, het mooie van het leven is een levenspad. En het levenspad is dat je ook dingen moet doen om te groeien als persoon, om te weten wat je niet wilt, maar voornamelijk wel om te ontplooien. En ja, ondernemersbloed zit er misschien wel in je. Ik was als jonge jongen, start ik als chef-kok in een restaurant. En uiteindelijk heb ik een cateringbedrijf gehad. Dus ik was altijd wel ondernemend, vooral op voeding. Maar ik vond het ook mooi om te leren. En ja, ik had het geluk als fiscalist dat ik bij een fantastische partner kwam bij Ernst & Young. En die liet me ook heel vrij dingen ontwikkelen. Maar ik wist van dag één, en hij eigenlijk ook wel, dat ik geen fiscalist was. Ik heb het toch 3 jaar volgehouden. En ik heb een fantastische tijd gehad. Want het mooie is, je start te werken met gelijkgestemden. Ja. En in die tijd was start-up eigenlijk, daar hebben we het over 1997, was meer management traineeships. Dus je startte bij een bedrijf en daar ging je jezelf ontplooien, ontwikkelen. Om dan te zien waar je terecht zou komen. En mijn visie was altijd, voor mijn 35ste wil ik weten wat ik ga doen. En daarvoor is alles goed. Ja, maar je bent niet weggekwijnd op de Zuidas ergens. Dus die 3 jaar nee, was nee. Mooi, ik mocht reizen. Ik heb een van de mooiste fusies ooit gedaan. RJR Nabisco. Dus de verkoop van RJR aan Japan Tobacco. Dat was een van de mooiste rulings van Nederland. Daarna was het ook echt wel klaar. Maar dat was wel iets heel ondernemend. Je had het puntje bereikt. Ja, dat was het puntje. Absoluut. Even over jezelf. Hoeveel dagen per jaar zit je in het buitenland?
Want je hebt kantoren over de hele wereld, hè? Ja, ja. We zitten 125 landen? We zitten in 120 landen in totaal van het bedrijf. Wij zitten er nu in 40. Mm-hmm. Het rare is, met Space is begonnen omdat ik op mijn fietsje lekker naar mijn werkplek wilde. Ja. Dat was eigenlijk mijn dicht visie. Bij huis. Dicht bij huis. Om de hoek. Ja, met gelijkgestemde, leuke dynamiek, goede, en een goede kop koffie. En uiteindelijk ga je internationaal, omdat dat ook wel de ambitie was. Mm-hmm. Hè? Onze eerste studie was altijd, we leven niet in een landeneconomie, maar in een stedeneconomie. Je kan eigenlijk steden heel goed met elkaar vergelijken. New York, Parijs. Londen, daar is Amsterdam later bijgekomen, zeker nog niet in 2008. Ik zit ongeveer, denk ik, tussen de 60 tot 80 dagen in het buitenland. Valt nog best mee. Absoluut, omdat ik bijna altijd nee zeg. Maar je hebt dit jaar ook 160 kantoren geopend, hè? Ja, pak en ja. Beet. Je bent dan niet meer bij elke opening aanwezig. Nee, uiteindelijk wat het om gaat, denk ik, als goed bestuurder, ondernemer, is dat je moet goede mensen aannemen. En als je vertrouwt in de mensen die je aanneemt, doen zij uiteindelijk exact hetzelfde hoe jij het zou willen doen. Dus ik heb wereldwijd een hele goede ploeg met mensen die echt het verhaal goed kunnen vertellen, die precies de cultuur weten open te brengen, die de mensen weten aan te nemen, maar die ook wel de visie weten door te zetten waar wij mee gestart zijn. Maar er zijn dus gewoon locaties ergens op de wereld waar jij zelf nog nooit absoluut geweest. Ja, absoluut. Is dat ja. Een beetje vreemd? Dat is heel vreemd. Ja, het rare is we wilden iets maken wat menselijk is. Ja. Wat past bij wie je zelf bent. En wat een verlengstuk is ook inderdaad wie wij als persoon en als wie we ook willen zijn als bedrijf. En uiteindelijk, daar hou je best wel een beetje van, ook al wat je hebt een duidelijke visie. Beetje, ja. Je houdt er denk ik ook wel van controle, je weet duidelijk wat je wil. Ja. Is dan ook niet dat je denkt van, ja, ik moet toch even met mijn eigen ogen zien, proeven, ruiken, of ze het allemaal mijn kindje wel goed hebben? Ja, ja, de spannendste ontwikkeling is denk ik ook weer hier, in je groei is loslaten. En als je dus een goed team hebt, wij keuren zelf de panden goed. Mm-hmm. We hebben een eigen designteam. Alle renders en designs worden goedgekeurd. Vanuit daaruit wordt het allemaal gebouwd, opgeleverd. Dan hebben we een wereldwijd stylingteam, die leveren het gebouw op. En we doen wereldwijd onze hiring. En dat houdt eigenlijk in dat je van mens tot gebouw en van uiteindelijk de look en feel heb je best wel veel grip over. En gelukkig in de hedendaagse tijd van techniek is alles online. Dus ja, wij sturen heel erg visueel aan. Maar uiteindelijk wil je rondlopen. Belt er ook iemand op met FaceTime om je even te laten zien hoe het eruit ziet? Ja. Ja, alles wordt wel gefilmd, alles wordt op dezelfde manier gefotografeerd. Maar bijvoorbeeld toen ik hierheen fietste naar de studio's, maak ik toch altijd een rondje om de buurt. Want ik wil ruiken en proeven wat nou iets is. Ja. En dat mis ik natuurlijk wel. Maar ja, ik kan niet in Buenos Aires, in Auckland. Het is niet meer vol te houden. Nee, ja, en ja, ik heb een fantastisch gezin met 3 kinderen in Amsterdam. En wat ik al zeg, de visie was lekker Amsterdam, je eigen werkomgeving creëren, maar wel met een build-up. Ja. En ik ben heel echt trots dat we het ook daarmee borgen. Want uiteindelijk een gedegen groei gaat op basis van een goede organisatie. En wij zijn nog steeds een calvinistisch bedrijf die gewoon geld willen verdienen. Die gestructureerd willen groeien, al doen we het wel heel snel inderdaad. Dit jaar openen 160 locaties. Dat is best wel een groot apparaat geworden. Ja. Maar ik zie het nog steeds heel klein. Dus ik moet het ook klein kunnen zien en overzien. Anders inderdaad, ik ben een heel empathisch en gevoelsmatig persoon. Dus ik moet het voelen, ook al ben ik er niet zelf geweest. Mochten mensen zich afvragen, hoe doe je dat dan? Hè? 160 locaties openen. Je hebt de tent in 2014 verkocht aan IWG. Ja. International Workspace Group. Klopt. Zeg ik dat goed? Ja. Maar daarvoor zat je erin met Ratan Tjada en Frederik Keuning. Ja. Tjada kennen we natuurlijk van zijn grote exit bij Max. Ja. Wat voor drie luik hadden jullie? Wat was jullie droom, visie? Hoe vulden jullie elkaar aan? Ja, het interessante is, we zijn bij elkaar gekomen in 2005. De toenmalige, had een private equity bedrijf. Klaas van Loon campagne leidde dat. En die kende ik van mijn studie in Groningen. En zij waren bezig om de wereld van slapen her te ontdekken met Citizen M. Ja. En tijdens een borrel zei ik, dat moet ook eigenlijk likewise gebeuren met werken. Hè? Het herontdekken van slapen houdt in dat je een ongelooflijk effectieve slaapkamer creëert waar alle techniek in zit, maar je wilt daarin zaken zoals gemene delen, goede bar, goede omgeving, leuke living rooms delen. Nou, dat kan je met het kantoor ook doen. Dus in 2015 hebben we een pitch gehouden rondom Spaces. Ik zeg, Ratan, wat jij met Citizen M wil, dat heette toen nog OZIP, One Star is Born, dat kunnen we ook doen in de wereld van kantoren. Het is een steady belegging vanuit een investeringsperspectief.
positief, maar het is ook een enorme uitdaging om daar een hogere cashflow uit te halen. En zo hebben we een drieluik. Frederik, zeer creatief, zeer lang in de Amsterdamse binnenstad gewerkt. Ik al jarenlang bezig rondom kantoren, vooral de operationele kant. En Rad dan natuurlijk als zeer sterke brander en marketeer. Dus het was een ontzettend... briljant ondernemer. Ontzettend knap ondernemer. En met een zak geld, dat is ook wel fijn. Nou ja, dood onderschat, dood underestimate an Indian guy. Hè? Het gaat allemaal met een potloodje op een bierveeltje en het moet altijd kloppen. He, dus een zak met geld. En dat is denk ik het belangrijkste. Niet van carte blanche. Het is geen carte blanche. Absoluut geen carte blanche. Het mooie van ondernemerschap, en zeker ondernemerschap zoals hij het heeft, is... Het moet, tuurlijk, het is een start-up, dus er zit altijd een risico in. Maar er zit altijd een alternatief. We hebben altijd van het alternatieve aan werkbaarheid gekeken. Dus als we een pand kopen, moet het een goed pand zijn. Als we het herontwikkelen en ontwikkelen, moet het ook alternatief aanwendbaar zijn voor een single gebruiker. En op de langere termijn, en zeker in de tijd toen we toen kochten, dachten we van... waar wij ons op richten waren, oude hoofdkantoren die leeg werden gelaten door grote organisaties, want die moesten naar het nieuwe werken. En nieuwe werken voor grote organisaties houdt in grote vloeren. Ja. Ik weet niet wat er spannend is, maar het is gewoon een grote vloer. En wij dachten, nee, die kantoren lenen zich perfect om te delen. Want wat willen de MKB'ers en zeg maar de grotere, kleinere hoofdkantoren, die willen tussen de 5 en de 30 en 40 personen. Maar daar zijn eigenlijk kantoorgebouwen te groot voor. Ja. En daarnaast willen ze dezelfde services als hoofdkantoren hebben. Maar dat kan niet, want dan moet je met elkaar gaan delen. Dus eigenlijk was het een opbouw van met elkaar delen creëer je een kwantiteit. En als je een kwantiteit hebt, dan kan je weer een hogere dienst creëren. En dat is eigenlijk het model wat de Spaces is geworden. 2014 dus, verkoop aan IWG. Destijds nog Regus volgens mij. Ja. Heeft het te maken gehad met het feit dat je dus Mark Dixon al kende? Een steenrijke Brit, inmiddels in Monaco woonachtig volgens mij, om logische belastingredenen. Jij kende hem van de IPO. Ja. Heeft hij jou daarom ook benaderd toen je met Spaces verder was van... goh, Martijn, kunnen we niet een keertje om tafel gaan zitten? Maar hij was niet onze eerste first pick. Hè? Onze eerste first pick is als ondernemer, dat is zelfstandigheid. Dus je wilt je equity rounds wil je zelf doen. Hè? Uiteindelijk wil je je bedrijf zelf bouwen. Maar wij waren tafellakers en vet. Het was 2012, 2013. We waren een Nederlands bedrijf, alleen maar in Nederland bekend. We waren denk ik wel nummer 1 in Nederland. 4, 5 locaties in Amsterdam. Precies. En het was nog wel vol in de crisis. Dus we hebben echt in Amerika en Engeland, we hebben echt de full round gedaan. En we hebben ook wel prachtig mooie bedrijven gehad die wilden investeren, maar waar we tegen zeiden van daar voelen we ons niet goed bij. Dus uiteindelijk gaat het er ook om, waar voel je je het best bij? En toen uiteindelijk kwamen we bij Mark Dixon en wij vonden ook letterlijk, Regus moet zichzelf reinventen, herontdekken, omdat WeWork komt eraan en zo komt er wereldwijd eigenlijk de nieuwe concurrenten komen op zoals we het zelf ook waren. Dus dat was eigenlijk de pitch bij Mark, van goh Mark, jij moet je niet richten op Regus, jij moet gaan multibranden. Dat was één. Twee is, wij denken dat wij een brand hebben dat echt global kan. Wat makkelijk opgezet is om eigenlijk wereldwijd uit te kunnen rollen. En drie is, je hebt het bedrijf al zo staan dat we best wel eenvoudig kunnen aanpassen door dat te genereren. Nou, dat laatste was natuurlijk, dat denk je altijd, maar dat is het allermoeilijkste. Laaghangend fruit. Ah, het is cultuur. Hè? Dus iets wat je denkt, wat vanzelfsprekend is, wat een bedrijf zou moeten begrijpen, dat is precies het tegenovergestelde. Dus in plaats van wat wij dachten, we gaan het vanzelfsprekend sneller, professioneler en goed uitrollen, kwam vooral de tegenslag op ons af dat het bedrijf meer een soort van migratie wilde gaan toepassen. Nu, dat gaan we. En dat is een hele bekende gedachte van Houten bij Philips, zegt ook weer, van onze laatste 59 ventures zijn alle 59 mislukt door onze interne cultuur. Dus je wordt opgegeten door wat het hoofdhuis vindt dat goed is. Terwijl, als je nu kijkt, denk ik, dat bedrijven vooral vinden, je moet dingen doen tegenovergestelde wat het hoofdhuis doet, want anders mislukken we. Had je er intern nog discussies over gehad? Dat is natuurlijk best een grote beslissing, om je autonomie op te geven, om onder zo'n grote paraplu te komen met de belofte van, we gaan keihard groeien. Dat is gelukt uiteindelijk. Ja. Op dat moment weet je dat natuurlijk niet. Nee. Hoeveel gesprekken gaan daar overheen? Voordat je heel veel. Ik zeg altijd, maar wij zijn best een vrouwelijk bedrijf. Dus het gaat om intuïtie. Het gaat om, wij doen alleen iets als we allemaal erachter staan. Mm-hmm. En waar we ook in zien van, tuurlijk, sommige zaken weet je niet van tevoren. Dus je gaat uitdaging aan. Twee is, we zijn het gestart vanwege het feit dat we dachten dat we een global company konden worden. Dit was dus een mogelijkheid. En drie is, zagen we eigenlijk de conflicten. De ene kant wel,
Maar het is een Brits bedrijf, het is een bedrijf uit 1989. Zij waren al monopolist op het gebied van wat ze deden met Reaches. Ja, en dan om te zeggen als young kid on the block, wij kunnen het beter en anders. En zeker met onze Amsterdamse flair. Daar zat wat spanning in, maar we hebben het gewoon gedaan. Maar dat heeft zeker een maand of 6 tot 8 gekost om dat eindelijk te willen doen met elkaar. Ja. Er komt een hele grote concurrent op dit moment aan. Die is een beursgang aan het voorbereiden. WeWork, ja. De We Company, zoals het moederbedrijf heet. Ja. Ik ben benieuwd, hoe kijk je naar WeWork en ook naar de zeer omstreden IPO die ze aan het uitschrijven zijn? Want er is nogal wat gaande rondom oprichter Adam... Moet je me even helpen met zijn achternaam? Neumann. Nou, het aardige natuurlijk is dat zij in 2011 bij ons langs zijn gekomen op de Herengracht. Hij kwam zelf. Adam en Miguel zijn langsgekomen. Dat waren toen de two founders. En die zijn denk ik een rondje wereld gaan doen van... wat speelt zich af in de wereld van in hun benaming coworking. Wij noemen het de New World of Working. Want coworking, dat doen we al. Hè. We werken met elkaar samen. En ja, die WeWork, wat jaloersmakend is... is natuurlijk die Amerikaanse branding filosofie. Dus die zijn wereldkampioen in marketing, in branding en in growth. Alleen ja, wij als Nederlanders zijn die opposite, waarin we zeggen, ja, maar elke winkel moet gewoon zijn eigen centjes verdienen. Ja. En dat is een conflict in het model. En als je kijkt natuurlijk waar zij nu staan na ongeveer 9-10 jaar, ja, zijn zij ongelooflijk hard gegroeid. Ja, elk jaar groeien ze 100%. Wil je dat kunnen borgen, dan ja, maar heb je hele diepe zakken nodig. Nou, zij hebben die pitch wel gewonnen. Hè. Ze hebben SoftBank. Ze hebben dus als het ware in zo'n oneindige... Nee, of een Japanse... oneindige pot met geld gekregen waarin jongens, jullie gaan maar groeien. En dat zat geïntegreerd in tech. Ja. Er zijn twee discussies nu gaande. Eén, heb je als bedrijf überhaupt wel bestaansrecht als je geen tech hebt of bent? Dus ja, welk bedrijf is niet tech? Hè? Met CRM, met alle formaten van systemen, met alle formaten van datagebruik en optimalisaties. Dat doen we allemaal. Andere kant pitch je dat heel hard. Tweede kant natuurlijk Adam Neumann. Is een ongelooflijk charismatisch figuur, maar misschien overstijgt zijn charisma op dit moment zichzelf een beetje. Dus ja, het zichzelf wel huurinkomsten toegeëigend. Hij heeft het sterker gestructureerd naar zijn eigen hand, zullen we zeggen. Ja, en uiteindelijk, ja, dat is de grote vraag. De laatste, geloof ik, 8 IPO's zijn bijna allemaal niet succesvol geweest. Van Uber tot Lyft tot, geloof alleen Pinterest. Slack allemaal niet. En dat is natuurlijk wel een beetje de grote vraag van ja, waar leent een publiek orgaan zich voor IPO's uiteindelijk om rendement te maken? Voor zowel haar investeerders. Kan je nog herinneren wat voor vraag die je stelde toen je langskwam? Nee, wat ze deden is natuurlijk... Natuurlijk, zij vragen natuurlijk... Hoe werken jullie? Wat is je revenue base? Wat is jullie visie rondom? We hebben altijd gezegd, wij zijn sophisticated. Wij werken op basis van uiteindelijk van professionele partijen. Wij zijn niet start-up-focused. Omdat we altijd zeggen tegen startups, ga eerst je geld verdienen. WeWork veel meer natuurlijk. Zodra het gaat om hiring of people, dan moet je naar een goed kantoor. Dan zijn wij denk ik een hele goede optie. En WeWork zit meer in die start-up lijn. Gratis bier. En ook, ja, was gratis bier en natuurlijk en stoerheid en dynamiek. Maar dat is, als je kijkt naar 2013, 14, 15, 16 was het ook wel. Als je nu kijkt naar de start-ups, zie je ook wel dat investeerders er anders naar kijken, naar de hippishness. Hè. Ik heb ook veel meegedaan met Rockstart en veel meegedaan met al die partijen die uiteindelijk zeggen, ze investeerders kijken naar mensen. Dus niet eens zo goed naar een propositie. Is dit de juiste persoon? En wat er gebeurt is, 99% van starters wat uiteindelijk een scale-up wordt toch overgenomen door uiteindelijk een groot bedrijf en gemigreerd in het grote bedrijf. Kijk naar Facebook, hè, naar uiteindelijk Instagram, naar WhatsApp. Die worden uiteindelijk meegenomen in de lijn van Facebook zelf. En al die founders verdwijnen uiteindelijk ook. Dat is ook een beetje de cycli die hoort bij ondernemerschap, maar ook bedrijven. En dat is denk ik hetzelfde wat plaatsvindt nu met wat wij doen als métier. Is dat je die grote vastgoedpartijen, die kijken natuurlijk heel erg met argusogen. Wacht eventjes, WeWork, 47 miljard aan huurverplichtingen staat daar op de balans. Ze hebben 3 miljard aan omzet. Dus als het ware 16 keer de huur moeten zij terug gaan verdienen. En een yield van een vastgoed is zeg maar 18 keer de huur of 20 keer de huur. Dus dat staat bijna evenwichtig in de lijn van ja, als ik investeer in vastgoed is mijn rendement X. En ze hebben dezelfde verplichting. Dus er zit een spanningsgraad in. De andere kant weet je wel, het model is niet te stoppen. Dat is simpel. Wat wij doen met Spaces en WeWork en alle andere partijen hierin, dat is een niet stoppable model. Want dat is uiteindelijk de klant bepaalt en betaalt voor wat zij willen.
En in de grootste RFP's van de nieuwe corporate staat altijd, we willen ongeveer 20-30% flexibiliteit in onze nieuwe hoofdhuis. Dus partijen moeten daar aan meegaan. Kortom, je gaat niet investeren in WeWork als de IPO daar is, vrees ik. Ik heb het zelf al. Martijn, mag je hartelijk danken voor dit mooie gesprek. Dankjewel, leuk. En jullie bedankt voor het kijken naar een nieuwe video van 7D-TV. Wil je meer gave ondernemersverhalen horen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en onze podcast. En heel graag tot de volgende keer.